Van harte welkom bij de Slimste Klantendag. Wat fantastisch dat jullie er zijn. Mijn naam is Maarten Bouwhuis, de host van deze dag. Een genoegen jullie weer te zien. Wie was er vorige keer ook? Fijn, Stefan Kooijmans. Hij is hier om de dag af te trappen. Het is ook heel mooi om te zien dat we ook dit jaar weer meer dan 200 bedrijven, weer ongeveer 500 mensen. Dus ja, schaaf. Voor ons is vandaag ook verbinden, leren. Dus laten we er met z'n allen een hele mooie dag van maken. En ik wil jullie alvast heel erg bedanken voor jullie bijdrage vandaag. Oprichter en CEO van Slimstock is hier om zijn visie te geven. En kijk naar de lange termijn. Dus Erik, kom erbij. Ja, welkom. Ik ben Erik van Dijk. Ik ben het ooit begonnen. Dat is inmiddels meer dan 30 jaar geleden. Wij kunnen echt die Polaris neerzetten en zien, daar gaan we naartoe. Heel structureel bouwen aan een product. Heel structureel bouwen aan de relatie met jullie. Dus je kan heel makkelijk heel lang vooruitkijken als je niet geregeerd wordt door spreadsheets. Jos van Hillegersberg is specialist in AI in supply chain. Allemaal welkom. En dat gaat over de-biasing AI. Maar kan je nou meer bewust zijn van die bias? En kan je daar ook die bias tenminste wat verminderen? We gaan je loslaten, want we gaan een half uurtje koffie drinken. Welkom terug. Geeft u me een warm applaus. Dames en heren. We hebben in Slim 4 523 nieuwe functionaliteiten toegevoegd. Dat zijn hele grote dingen, hele kleine dingetjes. Dus die wil ik graag met jullie bespreken vandaag. Dank voor de updates in 3 kwartier. Lekker, hè? Hey. We gaan nu eerst lunchen. Eet smakelijk. Tot straks! Welkom terug. Dames en heren, we gaan met de klanten in gesprek. Johanneke de Moor, Mirjam Pietersen en Valentijn Schenk geven je ze alle 3 een warm applaus. De luitenant-generaal in de Koninklijke Landmacht en was commandant der landstrijdkrachten. En geeft u me een ongelooflijk applaus. Marten Kruijf. Een redundantie is niet alleen extra middelen, extra voorraden op extra plekken. Maar het is ook voortdurend denken in scenario's. Maar dit is wel de hoeksteen voor je bedrijfsvoering. Dit is strategie. Omgaan met wat voor scenario's komen eraan. Hoe kan ik daarop plannen? Daar haal je de winst op zitten. Dan dank ik jou, sluiten we af. Dus we gaan inderdaad naar de borrel toe. Tot volgend jaar!